Zullen we weer naar binnen gaan? En toen kwamen ze op dat punt. Zullen we weer naar binnen gaan? Of gaan we de nacht in? Verdwijnen we? Dat punt waarop je moet kiezen. Absolute vrijheid of business as usual? Wat denk je? Acteurskoppel Angela Schijf en Tom van Landuit en muzikantenkoppel Nicolaas Kende en Jolente de Maaier. In het echte leven delen ze lief en leed en nu ook op het podium. Met z'n vieren brengen ze het passionele stuk Kreutzer Sonate, als het verlangen maar stopt. Tom en ik zijn al 12,5 jaar getrouwd. Nicolaas en Jolente zijn ook al even zo lang bij elkaar. En wij leerden elkaar als vrienden kennen. En omdat we dus eigenlijk zo graag onze kunsten wilden delen, kwam Nicolaas af met dit stuk, met Kreutzsonate. Kennen jullie die compositie, maar kennen jullie dan ook het boek van Tolstoj? En het was alsof we een groot cadeau kregen in onze schoot. Hoe langer ze speelt, hoe meer hij gefascineerd raakt door haar ogen. Hoe die oplichten tijdens het spelen. Haar huid, haar hoofd, haar hals, haar nek. Hoe haar vingers over de viool glijden. Haar lichaam en viool versmelten tot één geheel. Het gaat over een koppel, ze hebben een goed huwelijk. Tot zij een pianist leert kennen en met hem musiceert. De intimiteit die door de muziek ontstaat, maakt haar man gek van jaloezie. Hij doet het met haar. Hij neukt haar. Natuurlijk neukt hij haar. Met zijn magere, tengere lijf. Zijn lange pianovingers. Een verlangen naar iemand kan zo groot zijn dat de jaloezie ten opzichte van die persoon ook zo groot kan zijn dat het u stuk maakt en dat het uw relatie stuk maakt en uw hoofd kapot maakt en uw hersens opvreet. Dus het is echt zoiets van, ik hou zo verschrikkelijk van die vrouw. De consequentie is, ik ben ook verschrikkelijk jaloers, want ze heeft geknipoogd naar iemand anders. Dat is eigenlijk de idee daarachter. Doe, speel iets voor mij. Je hebt me uitgeput. Iets vuils. Iets smerigs. Iets verwerpelijks. Goed dan. Het is een fantastische symbiose tussen tekst en muziek, want ze hebben eigenlijk de juiste muziek in dat stuk gebracht. Of misschien hebben wij wel de juiste tekst binnen hun muziek gebracht, dat weet ik eigenlijk niet. Het is echt een versmelting. De Kreutzer Sonate zelf is een prachtig emotioneel stuk, vol geladenheid. En als je dat dan nog eens met die tekst hoort, dan denk je van, ach ja, tuurlijk, het klopt als een bus. De speellijst van Kreutzer Sonate vind je op de website tarsenaal.be. Ik besluit het te doen met iemand die ik echt graag heb en volledig vertrouw. Mijn allerbeste vriendin. Oh.